hebben een kleine verrassing. Ja, want ik zei het al. Het is een Dope Boy Show. Open hem maar eventjes. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. En ik hoop dat het een mooie plek krijgt, om er zo te zeggen. Ik ben echt benieuwd, man. Ik ook, ik heb ook nog niet gezien. Je bent voorzichtig met het papier, hè? Ja, natuurlijk. Het toch open. 1, 2, hoppakee. Oh, oh. Hey, wauw. Oh, laat het even zien, laat het even zien. Dit is hard, man. Dit is echt hard, man. Oh, dit is echt hard. Ik ga het sowieso hangen, dit, man. Ik zag toevallig nog een schilderij. Ja? Waar ik, ja. Ja, ik vind het eerlijk gezegd, ik zag hem ook. En ik dacht van ja, dit vind ik ook wel heel tof. Nou, deze is super dan. Ja, weet je, je album staat natuurlijk op nummer 3. Moeten we natuurlijk even gaan vieren, ook met jou vandaag. Gek. Dit vind ik heel gek natuurlijk, maar je cover vind ik ook heel gek. Weet je wel, wat was de inspiratie daarachter? Wat er aan? Als ik heel eerlijk ben, Daniel Asjes heeft die foto geschoten. Mm-hmm. En ik wilde gewoon heel graag met hem samenwerken, omdat ik zag wat hij deed. En hij had ook die cover van Yellow Claw gedaan. En had ik een fotoshoot bij hem. En hij was gewoon, en hij zei gewoon van, sta zo en doe dit. En dus hij had denk ik het beeld al. Mm. En ik deed al die dingen, maar het voelt raar om zo te staan en je hebt geen vuur in je hand. Snap je? Dus ik sta zo en ik doe alleen maar gekke dingen. Ja. En toen ineens kreeg ik deze teruggestuurd. En toen dacht ik wel van, ja. Dit is wel heel deze is wel gek. Maar ik was, om eerlijk te zijn, ik wist niet zeker als mensen dit van mij wilden zien. Want? Ja, ik weet niet. Ik vond het zo superheldachtig ergens. Maar toch wel weer... Het mag het, man. Het is de sterren van Black Panther. Deze sterren mag het. Het is heel krachtig. Het is heel krachtig. Jawel. Laten we even de tracklist erbij pakken van het album. Want als je er één uit mocht kiezen, wat is je inhoudelijk gezien je favoriete nummer? Inhoudelijk gezien. Dat denk ik nummer 1. Ja. Geen toch emotie. Geen emotie. Ja. Dat vind ik ook echt. Ja. Het is toch wel een iets rustigere track. Ja. Een track waarin ik leg uit daar gewoon. Ja. Je legt echt uit wie Doughboy is. In dit geval Jordan natuurlijk. Ja. Het is misschien ook een van je eerlijkste tracks. Ja. Waarom wilde je dit heel graag delen en zeker op nummer 1 ook zetten van je album? Ik wist gewoon dat heel veel mensen het niet van mij zouden verwachten. Ze zouden denken dat die hele tape over plangen zou gaan. Mm-hmm. En natuurlijk omdat ik ben ook begonnen als rapper, gewoon als rapper die dingen uitlegde. En dat had ik een hele lange tijd niet gedaan, omdat ik het gevoel had dat mensen mijn verhaal niet wilden horen. En toen had ik deze track gemaakt met White Boy. En ik heb niet moeite om zulke tracks te maken, maar ik denk altijd van, moeten mensen wel zoveel van me weten en zo. En ik had er best wel moeite mee en toen dacht ik van, weet je wat? Ja, White Boy zei ook van, hey, deze track is echt hard. En toen had ik meerdere mensen laten horen en die zeiden allemaal van, hey, ik kreeg best wel een soort van kippenvelgevoel. Ja. En dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik was gewoon aan het rappen. Oprecht, dat wat je zegt, kippenvel, ik meteen, je komt meteen binnen. Meteen, want ik zette hem heel hard, ik had beluisterd in de auto. En ik dacht van, geen emotie, dit is een kant die ik nooit van jou eerder heb gehoord. Want je vertelt ook onder andere dat je hoofdverdachte was bij een overval. Klopt. Maar dat je er ook niks mee te maken had. Ja. En dat het een setup was. Ik was de hoofdverdachte, nu word ik verdacht. Terwijl ik het niet was, maar toen het plaatsvond. Zet ik in juist. De klas. Wat? Weet je, je gooit die lijn, maar... Het is een heel raar verhaal. Ik heb ook gewoon zoiets meegemaakt. Daarom, deze lijn pakte mij echt. Ik heb ook echt zoiets meegemaakt. Ja, gewoon, ja. Dit is in principe gewoon een setup. Want vertel, wat een setup inderdaad? Wat is er precies gebeurd? Ja, ik was dus op school. Ja. Dat is alweer een aantal jaar geleden, 5 jaar geleden of zo. En toen zag ik dat mijn moeder belde. Maar ik weet, mijn moeder belt niet zomaar als ik in de klas zit. Dus... Ik denk, ik druk het even weg van, ik bel je straks. En ze belt me weer. Ik druk het weer weg. Ze belt me weer voor de derde keer. Dan denk ik van, ja, er moet wel iets aan de hand zijn. Ik neem op en mijn moeder zegt tegen mij van, ja, er staan politiebusjes voor de deur hier. Ik denk, politiebusjes? Voor je huis? Voor het huis. Dus ik zeg van, hey, toch maar, ik ben in de les. Even geen grapjes. En ze zegt van, ik maak geen grap. En toen dacht ik van, shit. Toen ben ik dus naar huis gegaan. Zag ik dat die agenten er niet meer waren. En toen hadden die agenten dus gezegd dat ik me moest melden daar. Ik ben hier gaan melden. En toen zijn ze dus weer teruggekomen en toen gingen ze mij bepaalde vragen stellen. Van ja, ik had toen helemaal niks, geen tattoos, niks. En toen hoe was oud van, was je toen voor de beeld? Ik denk net 20 zo. Oké. Ja. Je was al wel iets ouder. Ja. En ik praat met ze en zei van,
ja, wil je een paar vragen stellen? Heb je tattoos en zo? Toevallig zou ik net die week een tattoo zetten. Ik zeg, ik heb geen tattoo. Maar ik liet ze niet zien of zo. Dus ik merkte echt dat ze wilden zien. Van. Dus ik laat ze zien, ik heb helemaal niks. En ja, en klopt het dat je zit op ROC daar en daar? Ik zeg, dat klopt niet. Ik heb me wel ooit ingeschreven. Hij zegt, ja, dat klopt, dat zie ik hier staan. Ik denk, hè? En hij zegt, klopt het dat je een rapper bent? Huh? Ik zeg, ja, ik rap. Huh? Toen zei hij van, ja, want de verdachte die we zoeken, die is een rapper, genaamd Jordan, en dit en dat, rapper en al die dingen. Toen zei ik hem ook van, ik ben het niet, je kan zien dat ik in de klas zat en dingen. En hij was toen van, ja. Ik merkte pas, ze geloofden het niet echt. En toen moest ik maar als goed is weer een keertje melden, en toen, na dat was alles gewoon klaar. Heftig zeg. Dus, ja, ze wilden me ook niet zeggen wie wat gezegd had. Wat uiteindelijk had. Okay, zeg maar precies. Het vervolg was. Ze zeiden iets met privacy, weet ik veel. Maar ja, ik vind, je kan niet zomaar iemand zijn naam noemen. Want wie weet, had ik wel tattoo, had ik wel al die dingen. Net en toevallig een tattoo precies. Op dat moment gezet. Dus of ja, daarvoor, of wat dan ook. Kon het heel anders gelopen zijn. Heel heftig, heel heftig.